Ik denk daar ook. Hup. Oh, ja, please. Nee, 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 nee. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Factions. We zijn vandaag natuurlijk nog steeds in de Nether. Heb jij er vertrouwen in? Heb jij het geloof dat het mij gaat lukken? Zou ik zeggen, doe vast even dat duimpje omhoog. We beginnen meteen met een Nether Pearl. En ja, we gaan vandaag eens even kijken wat wij dus allemaal nog kunnen bereiken hier. Want we moeten nog flink wat afleggen. En voor de zekerheid gaan we dus ook maar vast wat blokjes verzamelen. Want we moeten dus nu dit enorm grote lava meer oversteken. Ja, ik heb er op zich vertrouwen in. Like, yo, why not? Alleen aan de andere kant knaagt ook iets aan, maar dat ik denk van... Dude, lava meer, agressieve zombies af en toe. Mensen die erin kunnen schieten, ghasts. Waar de fuck ben ik mee bezig? Maar goed, we gaan kijken hoe en wat allemaal. Doen jullie me wat? Nee? Oké, dat is, vind ik fijn, vind ik goed. Wat ik ook expres wil gaan doen eigenlijk, is het als volgt. Ik doe het zo maar even zo. En dan ga ik nu dit expres weghalen. Dit kan een dodelijke actie zijn, om zo maar te zeggen. Mocht nu een ghast zijn, dan heb ik een probleem. Maar zombies hier naartoe gaan niet halen qua jump. Voor mij kunnen ze niet eens springen. Dus we zijn wat dat betreft Gucci. We gaan gewoon lekker nu deze kant op. Zodra we een ender pearl natuurlijk kunnen gooien, gooien we die. En voor de rest hopen op het allerbeste dan maar. Ik guess dat het belangrijkste is voor nu. Let's freaking go. Shit. Ik ben altijd zo bang, mensen, dat ik zeg maar mijn shift loslaat. Dat ik... Oh, dat is echt... Dus als ik nu mijn shift loslaat, moet ik zo snel nu die ene god apple eten om te overleven. Dat is werkelijk wel insane. Maar goed, we zijn er volgens mij bijna. We hebben bijna het enorm grote lava bad overgestoken. Het is fucking warm ook, kappa. Even kijken, we kunnen het nu wel halen. Oh, daar zien we hem hoor, een ghast. Die ziet mij niet, wat? Hoe kan die mij niet hebben gezien? Waar is die heen? Ik heb een ghast hier nodig. Da. Wow. One hit it, nice. Oké, maar nu is de vraag, kunnen wij... de loot oprapen. En is er überhaupt loot? We zien er wel de XP dingetje liggen. Maar is dat alles? Doe jij dat? Nee, je doet niks. Oké, nice. We klimmen even hier naar boven om te kijken van is er meer dan alleen maar XP? Het antwoord daarop is nee. Er is niet meer dan alleen maar XP. Vind ik jammer. Vindt u dat jammer? Dat vind ik jammer. Waarom vindt u dat jammer? Ik had gehoopt op meer. Maar goed, maakt niet uit. Dan gaan we natuurlijk gewoon door. Kijk of we nou krijgen of niet. Ooit zullen we natuurlijk een ghast hier als erop krijgen. Hoewel ik wel vond dat we die nog een keer mochten krijgen. Zelfs als ik ook vind van... Yo, we zijn nu al zo lang in die fucking Nether. Wanneer gaan wij een keer een kasteel tegenkomen? Hetzelfde geldt als ik nu bijvoorbeeld dood ga hier. Door een ghast, een val, een pigman. Wat dan ook. Ik ben gewoon alles kwijt. Ik ben namelijk nu zo ontiegelijk ver in de game. Of in de Nether om zo maar te zeggen. Ga ik never ever nooit op tijd terughalen. We gaan hier nog even naartoe hoppatee en we kunnen wederom door. En we gaan die kant op, I guess. Want dat is de enige route waar we nu natuurlijk naartoe kunnen. Hop, hop, hop. En bam. Oké. Dan is nu de vraag, haal ik dat vanaf hier? Ik denk het haast wel. Ja, toch? Jawel. Heerlijk, man. Lekker. Dat is lekker een stukje overgeslagen. Vind ik fijn. Want dat kost ook heel veel tijd natuurlijk als je continu alles maar met blokjes moet doen. Nu moeten we wel een stukje die kant op voordat we daar een enderpearl op kunnen gooien. Nu is er ook de vraag... Ga ik hem überhaupt goed raken dan die Ender Pearl? Maar ik ben Duffy. Dat komt helemaal goed. Ik heb er vertrouwen in. Kappa. Oké, we gaan even hier staan. Het is nu haalbaar. Het is alleen nu een moment van waar ga ik hem gooien. Ik denk daar ook. Hup. Oh, ja. Please. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Oh, nee. Fuck me. Oké. Okay. Waar moesten we nou op? Wacht, dit overleven nu. Wow, we moeten daar bovenop. Ik moet hem iets meer zo gooien. Kan ik hem nu niet gooien? Oh, 2 seconden wachten. Oké, okay, go. Kom op. Niet eroverheen. Oké. We hebben het overleefd, om zo maar te zeggen. Dit moet niet te vaak gaan gebeuren. Want ik heb hier nou nog maar 1 gouden appel. Dus... we moeten echt een beetje daarmee wachten. Niet meer wachten, maar op. Oh, een randje gevallen dit ook weer. Oef. Ik kan natuurlijk nu wel gewoon door de lava zwemmen. Dus ik heb nu wel iets minder gevaar, om zo maar te zeggen. Maar fijn is het niet. Dus ja, ik zou wel daar doorheen kunnen zwemmen. Maar fuck dat. Ik wil niet door de lava zwemmen. Die was net bijna me dood. Als ik niet gewoon snel gewoon had geswitcht naar die appel, dan was ik 100% klaar geweest gewoon. En komt natuurlijk ook nog bij kijken dat ik en nog moest wachten totdat ik mijn enderpearl kon gooien. Er stond gewoon een cooldown op, dus... Wow.
Dat ik het kan navertellen is een wonder. Duffy, heb je brandwonden? Nee, zeker niet. Al? Het is wat dure anti-fire dit op deze manier. Tering. Even kijken. Een kasteel, alstublieft. Oh, kom op, man. Kijk, in het begin van de portal, zeg maar, waar iedereen naartoe kan, waar zeg maar de swamplek is redelijk dichtbij een kasteel. Maar dat is dus ook een probleem. Die is natuurlijk al jaren geleden leeggehaald. Duffy, bestaat deze map al jaren? Nee, tuurlijk niet. Waarom zeg je dat dan? Ja, weet ik veel. Wij gaan iets doen wat misschien gek is, maar goed, 3 minuten hebben we ervoor. Let's go. Hoppatee. Ja, ik bedoel, als we nu toch de fire resistance hebben, dan kunnen we net zo goed natuurlijk gewoon door het vuur gaan zwemmen, toch? Like, why not? Het gaat inderdaad niet heel rap, maar wat mij betreft snel genoeg. We flikken natuurlijk zometeen gewoon een enderpearl die kant op om het laatste stukje zeg maar even te skippen. Maar voor nu vind ik het op zich wel goed te doen hoor, dit. Dit is, ik heb niet voor niks fire resistance. Even kijken en hoppatee. Nu is de vraag, gaan we hem halen? Waarschijnlijk wel. Ja hoor, there we go, hoppatee. Ik verlies gewoon meer AP van het enderpeulen dan van het vuur. Dus ja, we zitten inmiddels nog dieper in die fucking nether dan dat we überhaupt ooit zijn geweest. Ik ben benieuwd of we hier dus het kasteel gaan vinden nu. Het begint nu ook wel een beetje de tijd ook wat te dringen, vind ik, dat we een keer dat ding gaan vinden. Want ik kan natuurlijk ook niet 80.000 afleveringen hebben dat we alleen maar in de nether aan het rennen zijn. Weet je, dan zou ik het gewoon offscreen moeten gaan zoeken, want dit is wel zo insane op het moment. Gewoon helemaal niks kom je tegen. Oh, niks gezegd. We hebben hem gevonden hoor. Een kasteel. Ik zat net nog de boel af te kraken. Hè, van, het wordt nou wel een keer tijd dat we hem gaan vinden hoor. En bam, uit het niets verschijnt gewoon in één keer het kasteel hier. Oh, nice. Nu is de vraag. Even map. Niks in de buurt. Oké. Okay. Is dan dit kasteel nu nog zeg maar vol om zo maar te zeggen? Dat is natuurlijk de vraag. We gaan eerst even rustig eten. Want we zijn hier nu toch. Dus ja, we hebben nu ook de tijd. Dan gaan we snel eventjes allemaal hervullen. Zo met zo. Dat is toch een mooi systeem. En dan nu moeten we deze gewoon zo hoppatee erin gooien. Of erop kan ook. Oké. We zijn hier nu. Gaan we nu erin. Oké, we zien hier een kist. Als deze kist vol zit, weten we het. De kist zit nog vol. Are you kidding me? We hebben een kasteel gevonden waar nog loot in zit. Holy shit. Dit is fucking insane. Ja hoor. Nog meer loot. Nice. Holy shit. Oké, nou moeten we dus op zoek gaan naar de mobs. Oh, nog een kistje. Oh, Diamond Horse Armor. Oh, wat nemen we ook en gaan even een zadeltje mee. Is ook wel handig. Nether Rotten. Komt ook maar mee. Zo is ook wel genoeg. Wauw. We hebben echt luck gewoon. Ik moet nog zeggen, dan is wel natuurlijk het lange geduld wordt nu eindelijk wel beloond, weet je? Dat we nu een kerst hebben gevonden. Dat is natuurlijk wel zo. En of course, de dood die we al hebben gehad. Het lava zwembad hebben we natuurlijk ook wel gehad, dus dat is ook wel mooi meegenomen. Ik denk nu we er toch zijn, hakken we hier ook nog maar even weer mee. Ook al zei ik net, ik heb genoeg. Dit hebben we al geloot. Ja, oké. Ik ben op zoek nu naar de fucking blazes. Want die horen in dit kasteel te zitten. Ergens hoort zo'n spawner te zitten. Obsidian, dank u wel. Maar waar? Hierboven is ook nog een ruimte, though. Weet je wat? We gaan er even naartoe. Ook al kom ik hier voor mij net vandaan, maar goed. Hallo, iemand. Oh, zo. Van mij hebben we deze kist net ook al gekeken, toch? Of niet? Want ik hier keek van... Oh, nee, niet. Oké. Moet die troep achterlaten. Dat noem ik troep. Dat noem ik ook zeker troep. Oké. We hebben ook weer een nether verratten. Waar komen we hier eigenlijk uit? Normaal zou hier toch dan ergens zo'n spawner moeten zitten, of niet? Vind ik nog gek. Oh, dat vind ik raar. Dat is nether rotten in zitten, maar goed. Ik dacht hier bovenop altijd dan ergens wel toch zo'n spawner moest zitten of iets. Of ergens aan die uiteinde zaten wat ook wel heel erg mistig lijkt hier of zo op een of andere reden. Ik weet niet wat dat is hier in deze nether, maar dat lijkt zo. We gaan ook hier even dwars doorheen. Want ik zal en moet gewoon een blaze vinden. Maar waar en hoe lang? I have no freaking clue. We zien er wel een wither skeleton daar rechts. Yo, assa, dude. Hoi, bam. En, oh. Oké, die is down. Ik weet niet of wij er iets van hebben gekregen, though. Of wij dingen hebben natuurlijk. Zo'n skull waar we natuurlijk uiteindelijk de wither mee kunnen op, of de witch kunnen oproepen. Het antwoord erop is nee. We kunnen wel wat dingen weggooien. Kijk, die gold body. Kijk, weet je wat het is? Het is een leuk item, maar die ga je toen niet gebruiken. Dat weet je. Een bot? Nou ja, fuck it. En voor de rest was het totaal niks boeiends. Oké. Dat is weer heel jammer, dit.
Ik zit ook heet te kijken van, zie ik hier niet ergens zo'n verdomde balees naar boven komen, weet je wel, dan denk ik, zo'n moet dodgen voor zo'n vuurbal, maar vooralsnog valt het allemaal behoorlijk tegen. Mag ik dat zeggen, Hon? Dat mag ik zeggen, Hon. Wacht, we kunnen daar ook nog helemaal heen. Wacht eens eventjes, hop. En wat zit dan allemaal nog hier? Want hier kunnen we ook dus nog helemaal heen. Gaan we hier dan onze blazerot vinden die we natuurlijk nodig hebben? Hallo? Oh, we lopen hier. Really, we lopen. Oké, we lopen hier letterlijk een rondje. Goed, fucking boeiend, kappa. Slopen. Even kijken hoor. Oh, ik dacht dat we hier nog heel ver heen konden, maar dat valt dus ook wel weer enorm tegen. Nou, dan heb ik eindelijk zo'n kasteel gevonden, weet je. Nou is hij niet eens geclaimd en dan nog is het gewoon troep. For real. Like, bruh. Waarom? Mag ik dan nooit één keertje geluk hebben? Oh, wacht, hier is altijd lava, fuck. We gaan even hier langs. En dan kunnen we hier omhoog klimmen. Dan zou hier ook weer ergens, naar mijn weten, toch echt een spawner moeten zitten. Maar ook weer niet. Ik denk dat we de volgende keer maar verder moeten gaan dan met dit hele fucking kasteel te exploren. Hoewel, volgens mij valt er niet meer wat te exploren. We hebben dit gehad, we hebben dat gehad, volgens mij. We kunnen daar nog even aan kijken. Maar voor mijn gevoel, er zit hier wel zo'n skeleton. Oh, hallo. Yo, man. Yo. Hoppatee, jij bent dood. Heb je iets goeds gedropt? Please? Nee, oké. Okay. We kunnen hier ook nog hem. Oh, wacht even. Dit is een hele game changer. We kunnen nog helemaal hier naartoe, joh. Wist je dat we hier zo ver heen konden? What the fuck? Zit verder niks daar toch? Nee, dit loop je dood. God dang it, loop ik helemaal voor saus heen. Man, oh man, oh man. Even kijken. Dan. Oh nee, dat moet ik niet droppen. Nee. Oeh. Moet ik gewoon meenemen. Geen afval. Oh, ja! Eindelijk! Oh my fucking god, het is gelukt. We hebben blazers. Dat meen je niet. Dit is het mooiste moment van heel de video. Op het lavabad na. Kappa. Oh my fucking god. Die schiet ik niet zo heel veel meer op wat ik nu aan het doen ben eigenlijk. Maar goed, maakt niet uit. We doen het even zo. En dan kunnen we even hiernaast. Dit is zo. En dan doen we even netjes zo. Hop. Hallo. Oh. Oh, wacht, ze zijn niet eens boos op mij. Ze hebben zoiets van, het is allemaal wel goed. Oh, hop. Ga dood. Oké, die andere zit hier, daar kunnen we nu even niet naartoe. Maar die kunnen we nu wel pakken. Beam! En we hebben het, mensen. We hebben één hele fucking blazerot. Dit is waar we alles voor deden. Dit is waar we die afleveringen lang voor hebben gezwoegd in de fucking nether. Dit is waarom we het doen. Een fucking blazerot. You have to be freaking kidding me. Zo, die ook naar beneden is. Nice. Oh, er zijn er nog meer. Jawoel. Welkom bij Duffy. Dank. En we hebben er inmiddels al twee. We moeten nog een aantal erbij hebben. Dus we hebben een Gucci. Fucking ziek, though. Wauw. Dit had ik niet eens. Ik had dit niet verwacht, laat ik het zo zeggen. Dat we dit nog zouden tegenkomen. Dat ik kasteel zo dood als maar kan. Maar. Oh my fucking god. Yes. Op het tegen dood. En nog steeds geen blazer. Wat kan denk ik. Nou goed, dit kan nog wel even aan duren. Maar weet je, daar kunnen we ook wel lekker de volgende keer doen. We zijn er in ieder geval. En er zit hier een spawner. Dat is gewoon iets wat fucking ziek is. Waardoor we gewoon bezig kunnen gaan met onze bottles. Hell yeah. Mensen, voor nu bedank ik jullie in ieder geval enorm voor het kijken naar deze aflevering van Factions. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet eventjes te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer ook op Duffy meer. En mensen, tot de volgende keer.